hier over een half uur nog. Je hebt 13 nationale titels. Isa 8. 6 nationale titels. Zij spelen in het blauw tegen het team Patrick Bos, Sjaak Struijt en Maarten Jegers. Patrick Bos, 13 nationale titels. Sjaak Struijt 1 en Maarten Jegers hard op weg. Okay. Succes! Hup Maarten! Aldus, René kan wel even, ik vraag wel even René die het biedt is. Zie je wat te doen.
Circus Campenier. Goedemiddag, je ziet de finale van de Batavia Petank Zeist Triplet 2014. Gisteren zijn de voorrondes, kwartfinale en halffinale gespeeld. Vandaag speelt het team van de Noël Campeniers, Kees Koogje en S. Agsoen van Lekke Joerwet Zeist tegen de medeclubgenoten Patrick Bos, Maarten Jegers, Jaak Spruit, ook van Lekke Joerwet Zeist. De eerste man is net geweest. Het was een mooie mene, werd goed geplaatst, goed geschoten door Noël. En het team van Noël Campeniers, ondanks de twee missers van Kees Koogje, heeft de eerste ronde 1 punt gescoord. Isa heeft in de tweede ronde zijn eerste bal gegooid, die ligt ongeveer 40 centimeter voor de buurt. En Patrick Bos plaatst hem nu beter, zoals u kunt zien. Het is een besluit om te schieten, het team van de Campeniers, Koogje en Achtersoen. En Kees schiet een prachtige blijver. Waardoor het team van Campeniers, Achtersoen en Koogje op 2 punten te liggen. Patrick plaatst de bal, speelt via de voorste bal van Essa. En die zou zomaar op punt kunnen liggen. Hij ligt er mooi recht voor. Moet even goed gekeken worden. U ziet ook dat het team van Patrick Bos, Jaak Spruit en Maarten Jegers met ballen spelen die rood gestrieerd zijn. Rode strepen staan erop. Zodat u het onderscheid een beetje kunt zien van de ballen van wie ze zijn. Men weet het nog niet. Noël en Maarten gaan even meten. En de voorste bal ligt na meting.
Kees schiet de bal weg, raakt net iets aan de zijkant waardoor hij rechts opzij wegspringt. Maarten plaatst de bal en net iets doorheen. De terreinen zijn vandaag iets anders dan gisteren. Hij heeft natuurlijk vanmorgen even een flinke bui. Is een flinke bui over de baan heen gegaan. Waardoor de terreinen iets zachter zijn en de ballen niet zo hard doorrollen als gisteren. Sjaak met je schot zit er net naast. Maarten speelt het buurtje ietsje op en ietsje naar opzij. Even kijken of die bal nu ligt. Het is lastig te zien. De bal blijkt niet, die ballen blijken niet te liggen. Team van Kempeneers, Achsel en Koogje liggen nog steeds op punt. En met nog één bal in de hand. Tegenover twee voor het team van Kempeneers. Drie, ik vergis me in de bal. Sjaak plaatst hem iets te kort waarschijnlijk. Kijken of het team van Kempeneers de voorste rode bal die voor het buurtje ligt gaat schieten. Kijken of ze in de klos nog een bal mee kunnen nemen. Dan nog kunnen gaan schieten om extra punten te maken. Of dat ze besluiten om te gaan plaatsen. En ze gaan plaatsen, geloof ik. Ja. Ja, Isa plaatst een prachtige bal. Ik heb hier naast me de voorzitter van Le Cue staan. Die staat even lekker een blikje Holland cola weg te drinken, zie ik. Wat vindt u van dit toernooi, meneer Guillaume? Ik vind het een geweldig toernooi. Elk jaar is het weer een feest om Batavia Bataan te organiseren en om erbij te zijn. Iedereen is tevreden. We horen alleen maar positieve geluiden. Dus Le Cue is altijd heel tevreden en heel blij dat we dit toernooi elk jaar kunnen houden. Ja, het ziet er allemaal prima georganiseerd uit en het loopt allemaal lekker. En ik zie nu dat waarschijnlijk het team van Kempeneers 4 punten scoort. Als ik dat zo hier van afstand bekijk. En dan gaan ze aan de derde minne beginnen. En als het 4 punten zijn, dan wordt de stand 4-0. Het voordeel van team Kempeneers, Koogje en Achsel. Er is ook nog een doublettentoernooi aan de gang, een ranglijsttoernooi. En dat ranglijsttoernooi, het zijn zelfs 5-0 wordt het. Er is ook nog een doublettentoernooi bezig. Het doublettentoernooi is voor de teams Kempeneers, Koogje en Bos en Spruit. En Jegers onderbroken. Die wachten even met het spelen van de volgende ronde, de doubletten. Om deze finale te spelen. Er staat een aardig wat publiek. Veel mensen staan er te kijken. En een prachtige opening van Isa. Isa heeft besloten om vandaag niet in het doublettentoernooi te spelen. Dus die is vanmorgen rustig op zijn gemak van huis hier naartoe gekomen. Om helemaal klaar te zijn voor deze finale vandaag. Sjaak die miste schot.
En je ziet dat meteen, de tweede schot zit er meer boog in en dan is hij meteen raak. Eerst was iets te vlak geschoten. Zo te zien ligt de bal van Kempeneers, of van Issa ligt nog. Balletje, lekker balletje van Patrick. Mooi daarachter. Het team van de Kempeneers besluit toch om te schieten. Kees loopt naar de cirkel toe. Hij gaat kijken of hij die bal weg kan krijgen. En zelf eventueel achter te blijven. En hij schiet hem een prachtige blijver. Waardoor het team van de Kempeneers, Koogje en Achsel, op 2 punten liggen. Deze finale is onder het toezicht van scheidsrechter Huub van der Broek. Patrick plaatst een bal. Plaatst hem wat lang. Er schijnt toch een punt te liggen. Overleg in het team van Kempeneers, maar ze besluiten om toch te gaan plaatsen. Die zou makkelijk verbeterd moeten kunnen worden. Ja, Isa, een prima bal. Eens kijken wat ze gaan doen. Er zijn nog 2 ballen te spelen. Door het team van Spruit, Jegers en Bos. Ze gaan plaatsen. Een prima bal van Maarten Jegers. Doet het weliswaar niet, maar ligt toch in de buurt van de puntbal. En ook een hele mooie bal erachter. Doet het net niet. Het team van Kempeneers, Koogje en Achsel besluit om te gaan schieten. De voorste bal, mooie retro. We gaan dan wel voor die bal die erachter ligt. En misschien in de klos wel die andere bal meenemen. Hij is raak. Net niet goed genoeg. Ik denk dat ze voor 3 punten gaan schieten. En inderdaad, Noël gaat klaarstaan in de cirkel en om die... beste rode bal weg te schieten. En dat doet hij. 3 punten voor het team van Achsel, Kempeneers en Koogje. Waardoor de stand op 8-0 komt. Is niet weer snel naar huis, hè? Ja. Hij mag pas vanavond later eten, hè? Ja. Puut op ongeveer 7,5, 8 meter uitgegooid. In het team van Kempeneers, Achsel en Koogje is dit de 4e finale van Kees Koogje in 5 jaar tijd. Het is de kans om voor de 4e keer dit toernooi te winnen. En ze zijn er goed op weg. Mooie opening van Issa Achsel. Sjaak die gaat schieten. Eens kijken of hij meteen nu met zijn eerste schot een beetje naar boven erin heeft. Ja, die boog die zit er nu wel in. En dan zie je ook meteen dat hij dan veel beter uitkomt met schieten. Mooie blijver. Ongeveer een kleine meter achter de buurt. En Isa legt hem weer op punt.
team van Spruit, Bos en Jegers besluit om door te gaan schieten. En deze was weer wat strakker gegooid en zit er ook naast. Wel de lengte, prima. Maar net iets voor de speler rechts naast de bal. Het petankvorm is hier weer met twee cameramannen. Jan van der Schief. En Louis Biesheuvel, de vader van Fabian, die altijd aanwezig is. En achter de computer in de hal zit Tom, de buurman van Fabian. Ze zijn er vandaag weer bij om prachtige beelden te verzorgen. En er was een prima geplaatst door Patrick. Maar Kees heeft hem weer weggeschoten. En weer een prima plaatsbal. Redelijk dicht in de buurt van de bal van Isa. Als je iets geeft, pak je de verkeerde bal. En een prachtige schot van Kees. Een beetje te veel retro, maar wel een blijver. Maarten plaatst hem op punt. Achter de bal. Achter de buut. En dan wel miste. Kijken of ze besluiten om door te gaan schieten. Ze houden een risico in dat mocht hij niet raak zijn, dan kunnen ze voor twee schieten. Dat denk ook dat ze geplaatst gaan worden. Het punt. Inderdaad plaatsen. Ja, hij legt daar hem. Oh, hij rolt er net doorheen. Het was even een hele goede bal, want dan. Als hij voor die bal ligt, dan had die bal niet geschoten kunnen worden. Maar goed, nu plaatst Maarten voor twee punten. En inderdaad, team Bos, Spruit en Jegers scoren twee punten deze mannen, waardoor de stand op 8-2 komt. Het zonnetje zie je weer lekker gaan schijnen, dus het dreigde het even weer wat te gaan regenen. Maar de lucht is weer een beetje opengetrokken, waardoor er weer een aangename temperatuur is. Goed, het buurtje is een beetje schuin uitgeworpen. Het is daar een lastig stukje wat een beetje naar beneden loopt. En Patrick plaatst op zichzelf een prima bal voor de debuut. Kees raakt de bal.
een beetje half, waardoor er wel meer ruimte is om te plaatsen. Maar nog steeds het team van Patrick, Sjaak en Maarten op punt ligt. Deze plaats een prima bal. Mooi in de lijn van de bal van Patrick. Die bal ligt op punt van Isa. Patrick gooit hem weer een beetje aan de korte kant, maar hij is wel op punt. Zo te zien. Weer een prachtig schot. Bijna in de klos neemt die andere bal ook nog mee. Het team van Kempenis, Koogje en Achsel liggen weer op punt. En Maarten Jegers gaat naar de cirkel toe. We lopen nog even naar het buurt toe om te kijken hoe het terrein eruit ziet. Er zitten daar wat rare harde stukjes in. Hij gaat de bal plaatsen. En dat is een prachtige plaatsbal. Het team van Kempeneers gaat schieten die bal. Ze hebben nog drie ballen. En Noël schiet een prachtige blijver. Weer een prima plaatsbal van Maarten Jegers. En weer een prima schot. Wat goed uitpakt. Ze liggen op 3. Dat is een bal van Kees die daar geloof ik ligt. Beetje gelukkig gaat het busje mee. Isa Axel nog een bal. Sjaak Spruit heeft er nog 2. Dus hij besluit om te gaan plaatsen. Een beetje een afzwaaien naar rechts. Er zit daar een beetje een bobbel in het terrein. De ene kant loopt het links weg en de andere kant loopt het rechts weg. Isaac gaat wel op plaats kijken of hij het tweede punt erbij kan krijgen. Zodat ze op 10-2 kunnen komen. Ja, Nisa maakt daar een prima gebruik van de ruimte die er is. Het team van Kempeneers, Koogje en Achsel staat inmiddels op 10 punten voor en 2 punten tegen. Fabian Bissevo, een van de oprichters van Patnelk Forum. Zou hier eigenlijk commentaar geven, maar hij is zelf nog even aan het spelen in doubletten. Daarom heb ik dat even van hem overgenomen.
Goed, de buurtje is weer uitgegooid. De buurt ligt zo 7 meter, 7,5 meter. Prima gespeelde bal. Hij zag er eerst even nog harder uit, maar hij remt op tijd. Ligt iets achter de buurt. 35 tot 40 centimeter. Patrick is altijd echt een meester om die ballen te dubbelen. Zodat de tegenpartij het lastig heeft om die bal te gaan schieten. En nu springt hij een beetje rechts weg. Voor Patrick springt hij dus links weg. Het terrein ziet er makkelijk uit, maar er zitten sommige harde stukjes en sommige zachte stukken met de stenen ertussen. Dus die bal die kan zomaar wegspringen. De tweede bal van Patrick inderdaad. Bijna in de lijn van de bal van Isa. En zij besluiten dus ook om te gaan plaatsen. Om het punt binnen te halen. Ja, prima gegooide bal. Ook prachtig in de lijn van de bal van Patrick. Wat Patrick kan, kan Isa dus ook. Mooie boel ervan leggen. Zodat de kans dat de bal van de tegenpartij mee weggeschoten wordt, zeer groot is. Ja, Sjaak raakt hem een beetje aan de zijkant, waardoor hij opzij springt. En hij zijn eigen bal laat liggen. Die van Isaac, Kees en Noël besluit om toch die bal met Patrick te gaan schieten. Ja, Kees schiet hem prima weg. Klos eigen bal een beetje weg. En kennelijk ligt die bal van Isaac toch nog op punt. Het team van Kempeneers Koogje Achsel heeft nog 3 ballen. En het team van Spruit, Jegers en Bos ook nog 3 ballen. Ze weten nog niet helemaal zeker wie er ligt. Gaan toch even voor de zekerheid meten. Het is ook even de gelegenheid om even je rust te pakken, even goed te kijken. De bal van Patrick blijft nog steeds op punt liggen. Dus het team van Kempeneers moet gaan plaatsen. Tenzij ze besluiten om te schieten natuurlijk. Maar dat gebeurt niet. En Noël gooit er een prima bal bij. Sjaak schiet er een prachtige blijver op. Je ziet duidelijk weer dat zijn boog terug is in het schot, waardoor hij veel meer raakt. Hij staat veel minder strak te schieten dan in het begin van de partij. En het effect is dat hij gewoon veel meer blijven schieten. Wel plaats weer een prachtige bal. Ik weet niet of hij een punt ligt, maar... Ik denk dat ze besluiten om die bal die ligt te schieten. Nee, toch niet.
Kees kijkt naar het terrein en besluit om te plaatsen. Misschien dat hij richting de buurt wil gaan en de buurt iets meer naar die bal wil nemen. Of een deval leggen bij die bal van Patrick Dijn. Hij pakt het buurt mee en legt hem op punt. Helaas liggen die ballen dicht bij elkaar, dus die kunnen in één keer weg in principe. En op die dubbele kan hij er zomaar aan blijven schieten. En als hij iets te kort zit, kan de buurt dan gaan achteren springen. Oeh, hij pakt bijna de buurt. En laatste bal. En Maarten zit er twee keer toe mis. Waarschijnlijk één, misschien wel twee punten. Eén punt. Voor het team van Kempeneers, Koogje en Axol. Stand op 11-2. Is hij open met een prachtige bal. Meteen de druk erop, zodat ze meteen in de aanval moeten gaan of ze moeten echt super gaan plaatsen. Ik denk dat Sjaak even een plaspauze heeft ingelast. Ah, daar komt hij al. Hij heeft niet lang hoeven zoeken. Overleg even wat ze gaan doen. Ik denk dat ze gaan schieten. Ja, dat dacht ik al. Sjaak staat de laatste paar mannen vrij goed te schieten. Kijken of hij deze mannen ook kan waarmaken. Weer lekker die boog erin en dan die blijven we schieten. En lekker die boog zit erin, maar hij zit er nu net iets scheef. Wel net naast die bal. En hij gaat de tweede bal schieten. En dan hopen op een cadeautje. En hij schiet er een prachtige blijver. Ongeveer een meter achter de buurt. Lisa legt hem weer heel scherp. Een prachtige plaatsbal. Team van Borstspruit en Jegers gaan weer schieten. En een prachtige retro van Maarten. Miste die de vorige man nog twee keer. Nu raakt hij gewoon. Een prima plaatsbal van Noël die net een beetje links weg loopt. Waardoor het net punt is. Maar een bal is waar ze niet op gaan schieten. Hè? Patrick misschien heel slim de buurt iets mee naar achteren spelen of zo om een beetje de ruimte te gaan verkleinen. Hij gooit hem prima maar voor de buurt. Het team van Kempen in eerste Koogje en Axel besluit om te gaan schieten.
prachtig schot. Moet blijven, iets retro. Patrick Bos schuit hem tekort, dat het nu even niet goed uitkomt. Het team heeft nog één bal. En het team van Kempeneers, Achsel en Koogje hebben nog twee ballen. Dus er moet iets. Misschien dat ze op die twee ballen gaan spelen, zodat ze een beetje naar de buiten opgespeeld worden, zodat ze op meerdere punten te komen te liggen. Hij gaat al langs en legt hem gewoon op punt. Ja. Kees gaat de bal schieten. Kroo is uit. Hij raakt hem. Een beetje schuin aan de zijkant. En Noël heeft de laatste bal om het beslissende 13e punt te maken. En Noël gooit de bal en de partij is uit. De winnaars van het partij Batavia Petanque Zeist 2014. Tripletten. Het team van Noël Kempeneers, Esa Achsel en Kees Koogje.